En als wij zaterdag zo spelen tegen de Spuiters, dan pakken wij gewoon de 3 punten. Ah ja! Ja, 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 ja! Xavier, kan ik u even spreken? Ja, in het café, hè. Hier is de lucht te droog. Ja, maar onder 4 ogen als het kan. Ah. Wat? Ah, Paul, ja, je moet op ons niet wachten. Wij komen direct. Bestel mij al maar een dagschotel, hè? Oké. Zeg het eens. Momentje. Maar Mark, jij doet toch zo geheimzinnig? Jij kunt toch zwijgen, hè? Wees gerust, als je getrouwd bent met iemand gelijk Carmen, dan leer je zwijgen. Xavier? Huh? Ik ga Bieke een huwelijk vragen. Allee, jong. Waarom? Ja, omdat ik haar graag zie. Ik ga daar een groot plezier mee doen. De vraag is of je zelf daar ook een groot plezier mee doet. Oeh. Ik weet waarover ik spreek. Ik zou geen een tweede keer trouwen met Carmen. Ah, met Carmen? Ja. Maar ik ga wel met Bieke trouwen, hè? Dat is zo. Dus? Ja. Ja, Bieke is soms echt een lieveke. Carmen was vroeger ook echt een lieveke. Nee. Enfin, jij doet wat jij denkt dat voor u het beste is. Oké? Okay? Ja, ja. Zeg maar, waarom kom je daarmee naar mij? Ah. Omdat ik eigenlijk niet goed weet hoe ik het daar op een originele manier kan vragen. Dat is simpel, hè. Springt uit de vliegmachine. Een vliegtuig? Ja. Mm-hmm. Ja, je springt en je zingt. Ik spring uit de vliegmachine. Allee, maar. Oh, wauw. Goed idee, Xavier. Dank je wel, hè. Zeg je, maar, oh, Mark, rustig. Maar. Xavier, dan heb ik wel nog een vliegtuig nodig. Kun jij daarvoor zorgen? Ik? Nou, jij zit toch bij het leger? Jij kent daar toch veel volk? Ja, ja, maar ik zei dat... Wel, mannen? Geen dorst? Nee. Ja. Maurice, een praline? Maurice! Ja, Pascal. Nee, dank u. Er ligt iets op uw maag, hè. Hoe weet jij dat toch altijd? Oh, je hebt van heel de avond nog geen woord gezegd en ik heb u van de hele week bijna niet gezien. Dat is niet van uw gewoonte, hè. Sorry, Pascal, maar de laatste tijd weet ik het allemaal niet meer zo goed. Wilt je er niet over praten? Allee dan. Pascal, ik ga u iets vragen. Oh. En ik wil dat je me eerlijk op antwoordt. Oh, vraag maar. Je zult misschien een rare vraag vinden, maar... Enfin, ik ga u dat gewoon vragen op de vrouw af. Pascal... Gelooft jij in liefde op latere leeftijd? Gaat het? Ja. Oh, Maurice, eindelijk. Oh, jij wist dat ik u dat ging vragen? Nee. En wat denk je? Kunnen oudere mensen nog verliefd worden? Ja, en of? Ja, maar... Trouwen, is dat niet wat overdreven? Ah, trouwen? Nee, zeker niet. Nee, op liefde en trouwen, Maurice, staat geen leeftijd. Ja, dat zegt mijn moeder ook, maar... Jawel. Uw moeder heeft gelijk. Ja. Liefde, dat is het schoonste wat dat er bestaat. En liefde op oudere leeftijd, hè, dat is nog schoner. Ah, ja. Pas dan kun je er echt van genieten. Ah ja, je hebt meer tijd voor mekaar. En er zijn geen kinderen meer in huis waar je moet voor zorgen. Nou, als je het zo bekijkt, hè. Allee, zijt je nu overtuigd? Ja. Wat zou ik zonder u moeten beginnen, hè, Pascal? Bedankt, Pascalke. Ik zeg altijd, als je het niet weet... Vraag het dan. Eerste. De uitnodiging voor de trouw van Elken en Koen. Oh, kijk eens. Zou Elken en het lang trouwen?
En het wit. Denk jij dat ik zou staan met zo'n lang wit kleed? Mark. Nee, dank u, Biek. Ik heb nog chocomelk. Dank u, dank u. Koen, ja? Die heeft Elke ten huwelijk gevraagd op een kasteel. Oh. Verkleed als prins op een wit paard. Oh, ik zou dat ook wel eens willen meemaken. Dat Koen ten huwelijk vraagt? Oh. Je snapt het niet, hè? Maar ik word er ook niet jonger op. Hm? Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, doet er dan iets aan? Ha, ja, Bieke, ik ben geen plastische chirurg, hè? Dat bedoel ik toch niet. Mijn biologische klok die tikt. Hm? En als wij kindjes willen, dan. Ja. Mark, als jij mij ten huwelijk zou vragen, dan zou ik zeker ja zeggen. Huh? Serieus? Ja. Maar ik vraag het u niet, hè? Dag, Bieke. Oh, God. Ah. Oh, God. Voilà. Dank u. Ah. Ah, Mark, een warme choco, jongen? Nee, ik moet naar het wc met de Xavier. Wat heeft Mark? Een chocoblaas zeker. En? Heb je iets kunnen regelen? Oeh, wat? Ja, dat vliegtuig. Mark, begint jij daar nu weer over? Ik zei dat toch maar om te zwanzen? Maar allez, Xavier. Allee, het is goed zagen, manneke. Oh. Ik zal u het gsm-nummer van Claudia geven. Claudia? Claudia, dat is een collega. Met haar kunnen van de grond gaan. Oh, wel. Ah, ja, ja. Als er één is die dat kan, dan is zij het. Oh, met zie, Xavier. Jij bent een echte vriend. Oh, ik voel het al kribbelen in mijn buik. Ja, jij liever dan ik. Ik zeg, hè. Aan niemand. Nee. De trouwen. Liefste, ik zal voor eeuwig van je houden, daarom vraag ik je met mij te trouwen. Het is te stijf. Mark, heb je iets om te schrijven? Ja, lief. Allerliefste, trouw met mij. Als ik die stukken heb, dan kom ik terug, maar dat zal niet voor morgen zijn. Is het zoveel werk? Nee, het is mijn moeder. Oh? Ah, is ze ziek misschien? Was het dan maar. Nee, ze heeft een lief. Oh? Kunt u dat voorstellen op haar leeftijd? Ze wil zelfs trouwen. Haar biologische klok zal tikken, hè? Liefste, trouw met mij, dan zijn we beiden blij. Jij bent zij en ik ben mij. Wauw. Wel, wat zijt je nu weer bij Mark en Bieke gaan doen? Ik ben daar bezig. Oh, ze zwartwerker. Ik werk niet in zwart, Fernand. Ik doe dat gratis. Gratis? Stielbederver dan. Zeg, Fernand, heb jij geen weerstand voor een oven? Nou, dat is geen. 220VOLT2400WATT10A. Nou, zeg, dat heb ik allemaal niet. Dat is spijtig. Ja, dat is spijtig. Ja. Toch bedankt, Fernand. Maurice, je blad. Liefste, ik zal voor eeuwig van je houden, daarom vraag ik jou om mij te trouwen. Maar die gaat toch niet meer, Pascal? Dan heb ik die voor altijd om mijn been. Man. Miserie. Lees dat eens.
V-O-L. Zo. Liefde, ik zal voor eeuwig van je houden. Daarom vraag ik jou om met mij te trouwen. Voilà, nu ga. Het spijt me, verlaan. Maar jij bent type niet. Maar voor citaat schijnen nu niet, dat is van Maurice. Maurice heeft dat geschreven. Maurice, zeg je? En voor wie? Ja, voor wie denkt je? Toch niet voor mijn Pascalke? Maar je dacht. Dat moet ik direct aan Pascal gaan vertellen. Hier blijven jij. Uren lopen. Daarbij, Pascalke mag niet bij Maurice trouwen. Voilà, dat is gesproken. En wie gaat daar tegenhouden? Ik ben gedacht. Oh, hoe gaat het dat doen? Ik ga Pascalke overtuigen van mijn goede kwaliteiten. Oh, dan zult er rap klaar zijn. Oké. Dus vanavond om 6:30 in de kazerne. Dat is goed, ik zal er zijn. Dag, dag, madame. Hé, hey, dag, Bieke. Je bent er al. Nu al. Wie was dat? Wie? Waar? Niemand? Niemand? Aan de telefoon. Ah, dat. Dat, de getuige. Van Jehovah. Ja. Ja. Die komen toch aan de deur? Aan de deur? Mm-hmm. Ja. Ja. Die niet. Die buiten. Van een dokter. Die was ziek. Hé, hey, hoe is het? Hallo, Café de Kampioen. Pascal, het is Carmen. Ja? Pakt u een stoel en ga zitten. Wat ik u nu ga vertellen, hè? Ja, wat dan? Maurice gaat u ten huwelijk vragen. Dus toch? Oh. Zeg, zijt je zeker? Ik heb de tekst van zijn aanzoek met mijn eigen ogen gezien. Pascal? Pascal? Je bent zo stil. Is er iets? Bieken heeft juist gebeld. Problemen met Mark. Met Mark? Ze denkt dat Mark haar niet meer moet, omdat hij niet met haar wil trouwen. Ja, trouwen. Hey, dat wil toch niks zeggen. Oh, nee? Hij zit wel met andere vrouwen te telefoneren. Maar, hey Mark, een ander. Dat kan toch niet, hè? Alhoewel... Daarstraks? Ja? Nee, dat kan niet. Maar wat? Xavier die heeft voor Mark een afspraak gemaakt. Met een zekere Claudia. Een afspraak? Om van de grond te gaan. Ja, zo heeft Xavier het letterlijk gezegd. Hè? Oh, nee, ik wist het, hè. Ja, nu snap ik het. Claudia. Ik kan dat toch niet geloven. We hebben het toch wel over Markje, hè? Oh, ik vind dat echt erg, zeg. Ja, en ik niet. Als dat allemaal uitkomt, ja, maar dan is het wel Ambras bij de kampioenen en dan is het gedaan met shotten. Maar voetbal is dan nu het enige waar dat jij van wakker ligt? Ja. Maar... Nee. Natuurlijk niet. Oh. Wat kan ik het? Je moet je wrak aan. Ja, maar Balthazar, dat gaat zomaar niet, hè. Mijn café. Uw café zal niet gaan lopen, kom. Nee, maar mijn klanten wel. Trouwens, waar wilt je mij nu mee naartoe nemen? Naar de garage BMW. Oh, gaat je weer een auto kopen? Ja, zeg, pak Minou dan mee om de kleur te kiezen. Je verstaat het weer niet. Nee. Jij krijgt van mij de spiksplinternieuwe BMW decapotable cadeau.
Wat blief? Bij Erco. Ik wil u laten zien dat ik u nog altijd zo graag zie, mon amour pour toujours. Ja, Balthazar, ik ben uw amour pour toujours niet meer. Van buiten die, maar van binnen voelt gij nog altijd heel veel voor uw balken. Ja, compassie. Heel veel compassie. Dus, nee. Nee. Oké. Plan B. I'll be back, baby. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Mark, je bent er al. Ga zitten. Ik heb speciaal voor u iets lekkers klaargemaakt. Maar, Bieke, je had toch al die moeite niet moeten doen? Oh, ik doe dat graag voor u. Hè? Ik wil nog eens een gezellige avond met ons tweekens, hè, schatje? Ja, ja, maar ik moet... Pikante scampies, om te beginnen. Ja, maar ik kan toch... Te mare, Mark. Allee, eet nu maar. Weet je het nog, Mark? Dat liedje. Zegt u dan niks? Nee. Allee, dat is toch het liedje waarop dat jij het met mij hebt aangevraagd? Was het dat liedje? We hebben het toch goed samen, hè? Dat zal wel zeker. Pikant. Mark, wij zijn toch gelukkig samen. Ik zou u voor geen andere man van de hele wereld willen ruilen. Ik u ook niet, Bieke. En nu moet ik echt weg. Ja, ik heb een afspraak en ik ben echt al veel te laat. Mark! Ja. Ik heb nog dessert. Ja, maar... Bavarois. Van passievruchten. Dat ruikt hier lekker. Zeg. Alsjeblieft, Verna. Smakelijk. Oh, dank je, Markske. lekker. Voilà, c'est niks. Piep. Abbe. Wat nu weer? Pascal, hè? Ik ben gekomen om business te doen, hè. Ah? Big business, hè. En bij u? Kom. Maar je hebt gezien. Ja, maar ik heb niet veel tijd, hoor. Waarover gaat het? Over het café. Mijn café. Dat jij nog altijd van mij huurt. Mijn gedacht. Je gaat de huur toch niet opslaan, zeker? Maar lang niet. Wat zou je ervan zeggen als ik het café aan u zou overlaten? Maar, Balthazar, ik kan dat toch niet betalen? U spreekt er hier van betalen. Ik wil het café aan u schenken. Lief? Maar er staat wel een kleinigheid tegenover. In uw trouwen. Omdat je het zelf voorstelt, dat toch. Enfin, dat is toch simpel? Allee, kunt jij goedkoper aan een eigen zaakje raken? Kom, hè. Zeg, hier zijn de papieren en teken nu, hè. Dag, Balthazar. Dus nee? Nee. Oké. Plan C. Dat is wel een vista, baby. Je kunt al een dikkere jas verdragen, hè? Het is hier goed. Xavier. Nog een pintje. Oh, wel. Ik dacht dat ik het niet meer ging vragen.
Xavier, wij zouden eigenlijk eens met u willen babbelen. Ah. Apple! Ja, over Mark. En zijn wilde plannen. Hoe jij weet daarvan? Ik heb toevallig het een en ander opgevangen. Ai. Mark gaat dat niet graag horen, hè. Dat moest geheim blijven. Ja, nogal logisch. Allee, wanneer gaat Mark nu met die Claudia afspreken? Claudia? Ja. Ja, sorry Paul, maar jij weet al te veel. Ik mocht daar niks over zeggen, ik heb dat aan Mark beloofd. Ja, maar Mark mag daar niet mee doorgaan. Dat is zijn beslissing, daar kunnen wij toch niet tussen komen? Ja, nee, maar jij helpt hem dan toch maar. Ah, daar zijn we toch vrienden voor? Zeg, als jij mij dat zou vragen, zou ik dat voor u ook regelen? Merci. Ik heb wel tegen Mark gezegd dat hem in zijn ongeluk gaat lopen. Ja, je weet hoe het is, hè. Als je een vrouw graag ziet, dan doe je de domme dingen, hè. Ja, en jij steekt hem nog een handje toe. Koppelaar. Ja, ik voel mij wel een beetje cupido, ja. Maar, en je zet er nog vier op ook. Ik vind dat we dat Bieke moeten vertellen, hè, zeg. Nee, Doortje, nee, dat mag niet. Je gaat Mark zijn plezier toch niet bederven, Annie. Bieke heeft het recht te weten dat Mark achter haar rug uitspookt. Ja. Nee, Doortje, nee. Ik heb aan Mark beloofd, daar mag niks over geweten zijn. Je moet erover zwijgen tegen iedereen. Weet je nu wel wat je vraagt? Ja. Maar fijn, laat Mark nu toch eens zijn ding doen. Hey. Ik wou dat ik in zijn plaats was. Zeg je daar nu weer? Ik ben blijkbaar nog niet duidelijk genoeg geweest. Ik kom juist al bij de notaris. Allee, proficiat. Wie is er dood? Pascal de Bakker. Al de eigendommen van het Boma-patrimonium ga ik op uw naam zetten. Maar ik heb u dat toch niet gevraagd? Nee. Maar nu zult ge eindelijk inzien dat ik het deze keer echt met u meen. Allee. Mijn fabriek, mijn villa, mijn veld, mijn café, mijn radio hallo. Mijn zonnebank. Het wordt allemaal van u. Op voorwaarde dat ik met u trouw. Ja, er moet iets tegenover staan, hè. Madame de PDG. Balthazar. Ja. Nee. Maar, Pascalke, wat moet ik toch meer doen om u van mijn liefde te overtuigen? Jij moet niks doen. Jij moet mij gewoon gerust laten. Hallo, Pascal de Bakker. Oh, Maurice. Nee, jij stoort toch nooit. Ja, morgen. In het park. Maar ja, natuurlijk heel graag. Ja. Allee, tot morgen dan. Ja. Dag, Maurice. Dag, Maurice. Wat heeft die een boskabouter dat ik niet heb, hè? Manieren. Ik had nog zo gelukkig kunnen worden. Jij wel, ja. Maar Pascal niet. Zo, zeg. Wat veel te lachen, zeg. Ah, Bieke. Waar is Mark? Binnen 10 minuten geven ze de aftrap. Ah, wel, dat interesseert mij niet. Voor mijn part kan hem de boom in. Allee? Uw trucendoos heeft precies niet veel uitgehaald. Ik heb mij een hele avond zitten uitsloven, hè. En denk je dat meneer dat apprecieert? Nee, meneer moet naar een afspraak. Ja, en vanmorgen was hem al voor het ontbijt de deur uit. En dan zit hem de hele tijd te bellen, achter mijn rug. En ik mag niet weten met wie. Oh, daar zal wel een heel simpel verklaring voor zijn. Ja. Maar ja, die is er. Wieke, ik vind dat je het nu moet weten. Allee, zet u even neer. Ja, nee, Doortje, je mag dat niet verklappen. Jij weet daar precies meer van. Ja, Wieke, Mark, die heeft... Ja. Een ander lief. Ja. Een zekere Claudia. Man, nee. Ja, het is echt, ja. Ik wist het, hè. Dat hij mij zoiets kan aandoen, hè. Wie trouw is, wordt bedrogen, kind. Lief, die vislijn heeft een andere vis aan de naak geslagen. En ik weet daar niks van. Maar dat is niet waar, Bieke. Ze vergissen zich. Zwijg, Xavier. Je hebt al genoeg kwaad aangericht. Ah ja?
Wat heeft mijn schoen daarmee te maken? Oh, hey. Hij heeft Mark aan die Claudia gekoppeld? Ja? Ja? Jij smerig moeverke. Hoe durfde jij zo'n gelukkig koppeltje uit elkaar te halen? Ah, dank u, Xavier. Maar van uw vrienden moet je het hebben. Maar ik heb al aan mijn... Stuk miserie. Maar dat krijgt toch een staartje. Zet daar maar zeker van. Zeg, mannetjes. Kunnen we dan nu nog gaan shoppen? Ja, ja, ik. Ja, 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 ik ga nu direct beginnen met buiten te shoppen. Ja. Het is hier zo romantisch, hè. Jij weet de plekjes altijd uit te kiezen, hè, Maurice? Ik kwam hier vroeger vaak als kleine cadet. Huh? Met mijn moeder. Champagne. Om het goed te maken. Ik heb u de laatste tijd nogal verwaarloosd. Oh, ik begrijp ook wel dat je het niet altijd even gemakkelijk hebt met uw moeder. Pascalke, ik ben zo blij dat we elkaar ontmoet hebben. Ik ook, Maurice. Jij bent zo'n lieve, bezorgde, begrijpende vrouw. Allee. We hebben maar een half woord nodig om elkaar te verstaan en we kunnen over alles praten. En? En? Wat, Pascal? Wil ja, je moet mij toch nog iets zeggen? Nee, dat was het. Ah, nu zijt je mij een beetje voor de zot aan het houden, hè? Hé, jij deugt niet. Ja, Pascal, ik weet niet waarom... Durft je niet? Zijt je misschien bang van mijn antwoord? Kaskelke, waarover heb je het? Mali, weet je nog enkele dagen geleden ons gesprek? Hè? Over liefde en trouwen op latere leeftijd? Oei. Ah, over mijn moeder. Moeder? Wel ja, ze had toch een vriend? Maar, het is al gedaan. Ah, ja. En zeggen dat die al aan trouwen dachten. Enfin, wat? Zand erover. Pascalke, zullen we toosten, hè? Op onze vriendschap? Op onze vriendschap. Waar blijft Mark nu? Geduld, hè, Paul. Hij komt misschien uit de lucht gevallen. Waar verdient hij verder kijken? Ah, dan zie ik de ballen beter afkomen. Hè. Wat is dat nu? Oh, Mark, de comediant! Dat ligt eerst bij een ander te redden, ketetten. Wacht tot dat hij over seks dezelfde stengel in mijn handen krijgt. Bieke? Oei, er springt iemand uit. Maar dat is mijn Mark. Gebeurt er hier? Straks pakken mijn duiven een schrik. Zijn jullie toch gewoon? Als u zien. Wow. Dat kieken gaat maar leugen doen. Mark, pas op. En ik zeg. Oh, een verschrikker. Nu jagen, meneer. Jagen. Ik sprong uit een vliegmachine, alleen maar om jou te zien, om jou ten huwelijk te vragen, wil ik alles wagen. Oeh, zijt jij niet verlegen, na al wat je dat kind hebt aangedaan? Sjoeke! Zwijg, Xavier! Nee, nu ga jij zwijgen, verdomme! Mark heeft geen relatie met Claudia.
Claudia is gewoon de piloot van het vliegtuig. Ah, van de grond gaan. Ja. Ja, nu hebben wij ons weer de hele tijd voor niks druk gemaakt, hè, Paul? Ja, en dan zouden ze van mij iets gaan zeggen. Pieke, wilde jij met mij trouwen? Ja. Oh.